bent weer terug bij Shownieuws. Zometeen het feestelijke jubileum van Danny de Munk. Hij zit 30 jaar in het vak. Maar eerst gaan we verder met een vroege verrassing vanochtend voor Lieke van Lexman. Nou, ze is nog wel wat gewend uit de tijd dat ze in goede tijden en slechte tijden zat. Dat moest ze iedere dag om 7 uur beginnen. Maar vanmorgen ging om 7 uur de bel en stond daar Towel TV. Die hebben een rubriek en die bieden je dan een ontbijtje aan. Nou, Lieke is nogal op de privacy gesteld. Dus binnenkomen mocht dat team niet. Maar gelukkig bood de stoep uitkomst. Hallo. Goedemorgen. Ben jij mooi op de vroege ochtend? Ah. Kan toch niet weten. Ben jij heel goed in het openmaken? Daar ben ik zeker goed in. Dat dacht ik wel. Ja, dat klopt. Dat is wel een dingetje voor mij. Ik heb nooit een ochtendhumeur, maar ik moet wel altijd een beetje wakker worden. Dus ik vind wel, dit zou overvallen worden, echt in het best wel een dingetje. Dan gaat de bel en ik krijg nou die ik. Heb jij hier nou ook wel eens een dossier zo op de... Ja, dat gebeurt helemaal nooit. Nee. Nooit. Nee, zo is Lieke niet. Ik heb nooit iemand in mijn huis. Nooit. Nee, dat doe ik niet aan. Nee, iedereen is daar zo druk mee bij mij, maar je hoeft over mij echt geen zorgen te maken. Nou, lekker hoor. Ja. Ik heb wel meteen ontbeten. Handig. Nou, hoe knap ben je op de vroege ochtend? Die logeer moet je nog vroeger komen, kennelijk. Ja, precies. Het is eigenlijk...